Nou, dit is de puzzel die ik samen met Emily vandaag gemaakt heb. Even die bonnetjes aan de kant hoor. En nou ja, zoals ik al zei, kijk, hij ligt vrij los. Je kunt sommige stukken ook. Zo, lekker met Marijn een ronde gelopen met Ravi. Maar we hadden pech. Het was echt aan het begin aan het druppelen. Maar hoe verder we van huis gingen, hoe natter het eigenlijk werd. En Marijn had wel een paraplu mee, gelukkig. Dus, en ik had een lekkere jas aan. Dus nat zijn we niet echt heel erg geworden. Maar het was gewoon wel... ja, dan loop je toch minder lekker als het regent. Zo, tijd om naar boven te gaan. En inderdaad, de deur stond open. Dus dan kan Ravi de kamer in. Ik heb vanmorgen, toen ik beneden gedweld heb... Goedemiddag. Ja, inmiddels is het al 2:50. Ben ik samen met Emily begonnen aan een puzzel. Dat is deze puzzel. En die is een uitdaging, maar wel een leuke uitdaging. We zijn nu denk ik een uurtje bezig, zoiets. Ja, 3 kwartier. We hebben een stuk in elkaar, maar we zijn nog langer niet klaar. Het zijn allemaal rare vormpjes, bijvoorbeeld zoals dit. Ik zal het even van dichtbij laten zien. Het zijn dus geen gewone puzzelstukjes. Er zit geen logica in. Dus het is echt zoeken, passen. Ja, het past. Volgende stukje zoeken. Maar wel heel erg leuk. Ik vind het in elk geval een leuke uitdaging om ermee bezig te zijn. Dus, nou ja, dat zijn we aan het doen. Zometeen de hond nog even uitlaten. Vanmorgen heb ik gewerkt. Werkoveleg gehad. Goed nieuws, weer uitgekomen. Is altijd fijn. Wat heb ik nog meer gedaan vanmorgen? Geschreven. Nou, verder weet ik het eigenlijk niet. Ja, vooral zit schrijven ook. Nou, geluncht met lekker gekookte eitjes. Heerlijk. En straks ga ik warm eten maken. Pasta voor Emily en Marijn. En zelf weet ik eigenlijk nog niet wat het gaat worden. Nog even over nadenken. Ik denk spruitjes, want daar heb ik zin in. Nou, dit is de puzzel die ik samen met Emily vandaag gemaakt heb. Even die bonnetjes aan de kant hoor. En nou ja, zoals ik al zei, kijk, hij ligt vrij los. Je kunt sommige stukken ook. Echt. Helemaal, je kunt hem niet optillen, je kunt hem niet verplaatsen. Als hij ligt, dan ligt hij. Maar dit was echt een hele toffe uitdaging. En een hele mooie puzzel. En dan hebben we er nog één. Met een Lego aan. Dus die gaan we binnenkort even maken. Of chameleon, wat is het? Chameleon, denk ik. Zo, lekker met Marijn een ronde gelopen met Ravi. Maar we hadden pech. Het was echt aan het begin aan het druppelen, maar... Hoe verder we van huis gingen, hoe natter het eigenlijk werd. En Marijn had wel een paraplu mee, gelukkig. Dus, en ik had een lekkere jas aan, dus nat zijn we niet echt heel erg geworden. Maar het was gewoon wel... ja, dan loop je toch minder lekker als het regent. Je ziet het ook nog aan mijn bril. Die moet ik nog even poetsen, maar dat doe ik straks. Tijd voor een huis vol. Het is weer bezig. Ik vind dat toch heerlijk om te kijken. En ik had het net met Marijn over. Het is een van de weinige dingen die ik nog op tv kijk. Ik kijk niet zo heel veel tv. Het meeste neem ik op. Vind ik handig, want dan kan ik gewoon kijken op het moment dat het mij uitkomt. Marijn heeft even lekker een toetje gehaald. Een vanille toetje. Met van dat nep room erop, weet je wel. Ik vind dat echt de vieste toetjes die er zijn. En hij vindt die heel erg lekker. Nou, helemaal prima. En ze zijn goedkoop. Hij memt even. Ja, 35 cent, hè, was hij. Ze waren ooit 17 cent. Dat weet ik nog. Maar inflatie. We hebben trouwens ook ontdekt dat de frikandellen onderhevig zijn aan krimpflatie. Waar ze de vorige verpakking 75 gram bevatten en die daarvoor 80, zijn ze nu nog maar 70 gram. En je betaalt flink meer. Dus in verhouding gaat de prijs best omhoog van frikandellen. Maar goed, als het ze altijd nog goedkoper dan een snackbar een frikandel halen. Ik ga even vragen aan Marijn of hij ook een kopje thee wil. En nee, ik wel. Ik ga even een bakje thee maken en dan heel gauw een huis vol kijken. Ik zeg, kijk op ons het Media Center uit. En dan gaat er gelijk iemand rechtop staan en doen. Die gaat namelijk, weet dan wat er gaat gebeuren. We gaan naar boven. Video online zetten, douchen, gewoon allemaal dat soort dingen. Kom maar, ga maar vast. Volgens mij is de deur wel open, anders dan moet je even geduld hebben. Maar dat dus, tijd om lekker naar boven te gaan. Het is inmiddels 9:15. Ik ben een hele poos aan het bellen geweest met Valerie. En nu heb ik trek in nog wat lekkers. Wat zal ik eens doen? Waar heb ik trek in? Ik heb nog trek in wat nootjes. Die neem ik lekker mee naar boven. Nou, niet de hele zak. Dat is een beetje veel. Maar even een bakje met een paar. We hadden aardappelkrultjes in de frituurpan gegooid. Waren erg lekker. Nou ja, ik heb er één gehad.
Ik moet toch even weer een beetje opletten. Kijk, een beetje nootjes erin. Een paar hosjes erbij. Nou, voor de lekker. Oh, wacht, ik heb nog walnoten. Daar ga ik wat van bij doen. Even een beetje afwisseling. Dit zijn noten van de Action. Die zijn goedkoop en die zijn gewoon echt lekker. Je hebt wel eens dat walnoten een beetje tanig zijn, maar deze zijn echt lekker. Even een tangetje, klemmetje zoeken. De truc is wel om ze goed af te sluiten. Hè? Dus echt goed met zo'n, nou ja, met, dat doe ik dan met dit. Echt ze goed dichtmaken, want anders dan komt het niet goed. Zo, tijd om naar boven te gaan. En inderdaad, de deur stond open. Dus dan kan Ravi de kamer in. Ik heb vanmorgen, toen ik beneden gedweld heb, ook hierboven even gedweld. Ik heb de hamster al schoongemaakt, eten gegeven. En morgenochtend ga ik even een poosje weg. Ga even met Valerie op stap. Dat is wel heel leuk. We plannen nu bewust geregeld even wat meer. Even gewoon lekker even op uit samen. Kan nu, ik heb vakantie, dus ja. Maar ik was down the road aan het kijken, dus dan ga ik lekker nog even verder kijken. Ja, daar ben ik weer. Het is tijd om deze video te editen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik heb geen flauw idee wat ik gefilmd heb. Ik ben heel veel met andere dingen bezig geweest gisteren. En dan ja, schiet het filmen er gewoon wel eens bij in. In elk geval, hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. En kijk je nou 's avonds, dan slaap lekker, mooie dromen. Morgen ben ik er weer. Blijf met een nieuwe video. Zelfde tijd, 6:15 op dit kanaal te vinden. Dus heel graag tot dan. Tot morgen, tot een nieuwe video. Doei!